als ik iets voel, zo een spanning die tot blokkage zou leiden, ga ik op mijn matras liggen. Okay. Helemaal ontspannen, je komt eraf, voelt je soepel, de pijn is weg. Maar van een operatie is geen sprake meer? Ik heb dat gevraagd en de laatste maal in februari heeft de arts mij geantwoord. Hij heeft me dus de foto getoond van de MRI. Hij heeft dus getoond waar overal kleine uitstulpingen zijn. En de plaats waar de zenuw werkelijk raakt. Mm-hmm. En wij zouden niet weten, zegt hij, waar eerst aan beginnen. Wij blijven daaraf. Dus het klachtenpatroon die je hebt, dat is relatief onder controle, of zelfs goed onder controle, met de of voorraden dat je het regelmatig gebruikt? Je moet het regelmatig gebruiken, inderdaad. En omdat ik daar zeer goed resultaat mee heb, ik kan iets tegenhouden. Uh-huh. Als ik het voel, ga ik onmiddellijk op mijn matras. Uh-huh. Ik heb bij de kinesist wel een goede behandeling gehad, maar je moet een afspraak maken. Het duurt langer. En bij je thuis heb je het alles onmiddellijk. Oké. Goed. Het geeft hetzelfde effect als kine. Hetzelfde effect als kine? Ja, de warmte. Dat doet de kinesist ook. Ja. De massage heb je van je matras. Uh-huh. En je ligt meer ontspannen bij je thuis dan dat je naar de kinesist moet rijden.